Op de hoek van de Tweede Egelantiers Dwarsstraat en de Tuinstraat, in het hartje van de Jordaan, is het Oud-Holland snoepwinkeltje van Mariska Schever. Ik ben begonnen in 2002 met deze winkel. En ik ben begonnen omdat mijn oma vroeger ook een banketbakkerij had en met snoep. En dat was iets wat ik miste. Een ouderwetse snoepwinkel. Dus in 2002 ben ik begonnen, maar het lijkt alsof ik hier al jaren zit. Zeg het eens. Kaart. Ah, ik heb een cadeautje. Ja, wat een voor. Ja, mezelf. Is dat heel veel weggeven plezier dan. Is het jarig? Haja Kaintje. Oh, nou doen de groetjes van me. Ja. Feliciteer. Ja, maar wij zien jou wellicht later. Oké, nou ik ben hier zoals je weet. Ik ben nooit ergens anders. Doeg. Doeg. Hallo lieverd. Hallo. Voor 50 cent mogen we toch snoep halen? Jij gaat voor 50 cent. Ik ga voor 1 euro 10 cent. Oké, zeg het eens lieverd. Wat is dit? Dat is knetterpoeder met een lolly en een verzamelsticker. Maar dat kost meteen 50 cent. Ja, dat weet ik. Zeg maar. Zeg het nou hoor, ik kan, wij zijn vrouwen. Kijk, jij... Die pot met allemaal knoppen. Een borm. Alsjeblieft, lieverd. Heel veel snoepplezier. En alsjeblieft. Een borm. Is 1 euro. En. Ballaballa. Ja. Is 1,10 alsjeblieft, lieverd. Dankjewel. Ik heb nog 10 cent. Oh, dankjewel. Kijk eens, alsjeblieft, heel veel snoepplezier. Yes. Hey, hallo. Volgens mij wat zalmje. Ja. Vijf, dan zit er 2,55. Koudenbol. Voor 30 cent. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alsjeblieft, lieverd. Ik ben in de Jordaan begonnen omdat ik hier woonde. Al. En dit is een van de leukste buurten van Amsterdam, vind ik zelf. Een van de veiligste buurten ook. En een heel kindervolle buurt. Dus vandaar dat ik hier ben begonnen. Kun je iets vertellen over het soort snoep dat je verkoopt? Ofwel, wat is er Oud-Hollands aan jouw snoep? Wat is er Oud-Hollands aan mijn snoep? Nou, ik heb veel Oud-Hollandse snoepjes, zoals Ulevelle, zijdebonbons, drop, stroop, zodat je zoethout. Maar wat mijn winkel ook Oud-Hollands maakt, is dat ik het op de Oud-Hollandse manier doe. Dus geen self-service, maar goede, nette hulp. Vriendelijk, hoop ik, altijd te zijn. En mijn Oud-Hollandse snoep en de drop die ik ook verkoop is dus niet van, veel ervan zijn niet van moderne bedrijven, maar van kleine fabriekjes. Dus waar ze nog met goede Arabische gom werken. Dus als er bij mij dubbel zout staat, betekent het niet dat het dezelfde is uit de supermarkt, want mijn is van een klein fabriekje. En is het moeilijk om daar aan te komen? Het is best moeilijk om daar aan te komen, maar er zijn gelukkig nog genoeg leveranciers die het hebben.
Maar het is wel moeilijker, want heel veel van die kleine bedrijfjes worden veel overgenomen door die grote bedrijven. En dan saneren ze die oud-Hollandse snoep. Maar sommige komen ook weer terug nadat ik ook tegen mensen altijd zeg, e-mail de fabrieken als er zo'n drop weer weg is. E-mail ze, want dan heb je kans dat het weer terugkomt. En dit zijn wafeltjes. Oh, die wafeltjes die moet je weggooien. Maar geef mij die bolle maat. Hoeveel? En doe maar 1,5 ons. Moet je weer daarvoor rommel zitten door elkaar? Nee. Is het niks voor mij? Ja, weet ik. U zegt toch dat het niks is? Nee, daarom zeg ik het maar vast. Het is altijd hetzelfde. Je leert het dan, je leert het dan. Helemaal fantastisch. Je leert het ook. Het heeft een paar jaar geduurd. Ja, dat ben je achter. En we hebben nog geen reep ook. Nee, die krijg ik volgende week. Binnen. Nee, morgen. Oh. Nou, dat is ook alweer mooi. Morgen. Ja, donderdag is mijn levendag. Toen was het dinsdag. Nee, altijd donderdag geweest. Niet jokken. Mag niet van je moeder. Van mijn moeder ook. Ik wel hoor. Ik mag alles. En ik wil een euro rotzooi. Oh, doe me 2. 2 euro? Ja. Als het... Doe eventjes in een tasje als je ja, wil. Ja, dat is goed. Even kijken. Chocola. 1,5 ons boterballen. 2 euro rotzooi. Je leert het al aardig. Ja. Oeps. Je leert het al aardig. 2 advocaat. 2 lekker pit. En 2 kingetjes. Niet zoveel, want je bent zo'n drammer. Ja, nee, ik blijf drammer. 16,85. Alsjeblieft. Deze film is bedoeld voor het buurtwinkelproject van het Amsterdamse Historisch Museum. En ik heb begrepen dat je daar een bijzondere band mee hebt. Wil je daar iets over vertellen? Mijn vader was Jan Schever, oude koekenbakker die in de politiek is gegaan. Ten tweede, toen ik hier net begon, toen had het Amsterdamse Historisch een tentoonstelling over suiker, de handel met suiker. En toen hebben ze bij mij hier snoepjes gehaald. Om daar te toon te stellen. Dus ik heb toch wel een band met het Amsterdamse Historisch. En David de Goliath natuurlijk, daar heb ik ook wat mee. Dat restaurant, dat heeft mijn vader geopend. Dus ik heb heel aardig wat met het Amsterdamse Historisch. Oh. Is 85. Is 90. Nog 10 cent. Hoor, zeg, één zo'n cola flesjes. 50 cent, hoe groot is die cola? Zo goed. Hallo, wat denk je wel niet van mij? Denk je dat ik zo? We hebben altijd in de Jordaan hier 1 keer per jaar een straatvoetbaltoernooi. En daar heb ik ook een voetbalteam, de Snoepies. En dat zijn dus allemaal papa's van klantjes van mij, die dus nooit voetballen. En 1 keer per jaar gaan we dan met z'n allen voetballen. Dus dat is ook heel erg leuk. Waar dus vaders die elkaar nooit anders kennen, die komen dan bij elkaar. En dat is altijd heel gezellig en zo komen die ook elkaar weer tegen. En vorig jaar hebben we ook de Fair Play prijs daarmee gewonnen. Dus waar we heel trots op zijn, Team Snoepies. Je mag niet zo'n grote lolly, hè? Zo'n grote hartlolly. Mogen sommige kindjes dat wel? Ja, nou hij is ingeparkeerd hoor, schat. Hé, hey, jij een rode kop zeg. Wat hè? Ik heb gevoetbald. Oh, en heb je gewonnen? Ja. Ja? Goed, heel goed. Wat kan ik voor je doen, lieverd? Snoep. Snoep, dat heb ik. Wat voor snoep wil je hebben? Zo'n ballenballa? Ja, is 10 cent. Wil je nog een apenkop of een zuigzoen of een kalfbier?